Welkom allemaal bij de Highlight Show van Mega Maandag. Simon, onze grote vedette, sloeg ook vandaag over en dus moet hij dit nog één keer met mij doen, maar ook leuk. Laten we snel gaan kijken naar het programma van speelronde 7. Met hier op de mainstream Fortuna tegen VVV, de derby van Limburg, Heracles tegen PEC om 7 uur, dan om 8 uur de klassieker Ajax-Feyenoord en als toetje hier de derby van het noorden tussen Heerenveen en Groningen. Op de B-stream PSV tegen AZ, Sparta-Utrecht, koploper Vitesse dat het opneemt tegen ADO, FC Twente tegen Emmen en daar als afsluiter ook een derby van Brabant, Willem II tegen RKC. We beginnen deze highlightshow uiteraard met de wedstrijden op de mainstream. Maar voor de verandering niet met de eerst gespeelde wedstrijd. We beginnen vandaag met de klassieker, Ajax tegen Feyenoord. Ik ga jullie niet langer in spanning houden wie deze wedstrijd wint. De klapper, de topper, de klassieker. Met commentaar van Bassie en Frank. Oh, en de gullet gaat hier op zijn mond. En hier zie je Randolima en daar in de buurt. Let's go! Cristiano! Snelle goal met de rebound. Vamos, en een belangrijk uitdoelpunt. Dani Hagebeuk met de goal. Cristiano Ronaldo. Hier dan Gullit. Mbappé. Dat is een pen. Nog 10 minuten te gaan in deze wedstrijd. Kan Ryan nog een goal maken? Hier is een tweede geel van Zidane. Is het tweede geel? Dit is de tweede geel. Oh, rood voor Ajax. Nu betekent dat Ryan wel flink moet gaan drukken. Aangezien de kansen liggen. En het was ineens een kopstoot. Het was nog ineens een kopstoot. Dit meen je niet. Hier is Gullit, hier is Cristiano Ronaldo. Goeie AK, goeie Elastico. Oh. Voorbij. Nee, goed verdedigd door Maldini. En de eerste wedstrijd tussen Dayen en Ryan Tilburg eindigt in 1-0 voor Ajax. En toch een hele sterke wedstrijd, maar eigenlijk heel weinig kansen. Foutjes. Eusebio kan de bal kwijt, die bij de Mars. En uit de bal Ronaldo Lima! Ja! Hier Pelé. Kan hij dan bij Ronaldo Lima de bal krijgen? Dan krijgt hij hier zijn goal. Oh! 2-0 voor Ajax. En het is toch geweldig dat Dani nog meer blij mee is dan Curtis Sellers. Ja, is toch Dani geweldig. Gaat nu helemaal los. Ja, het is 3-0. Het is over en uit. Hier Feyenoord bijna met de goal. Ja! Hey. Nog twee. Het kan nog. Nog twee voor Feyenoord en ze gaan er met de overwinning vandoor. Lekkere goal voor Jimmy. Johan, rechtsruimte. Gaan we nog één keer Ajax krijgen. Ja, MVP moet wordt het dan 3-1? Vallen. Gaat hij een trucje doen? Wordt het 3-1 of wordt hij gestift? Kijk eens. Oh, kan het voorgeven en dan. Oh, de keeper. Nee. Even zien emotie gepopt. Jullie de emotie van Curtis, maar het is hier hartstikke klaar. Ajax Amsterdam wint de klassieker van hun rivaal Feyenoord. Natuurlijk een tegengoaltje. Ja, 3-0 Jantje is toch altijd wel lekker, maar... Again, een Jantje. Ja, Jantje, 3-0. But they scored, so it's not a Jantje anymore. It was 3-0. Ah, ja. Maar nee, ik ben gewoon tevreden over wat allebei gespeeld hebben. Hij had het wel moeilijk met de druk die Jimmy in de eerste helft zette. Deed Jimmy goed. Hij was net iets te onzorgvuldig in de aanval. En pas verdedigde goed, waardoor het eigenlijk 0-0 bleef. Spelers van Jimmy worden vermoeid door die hoge druk die hij natuurlijk zet. Paps kreeg meer ruimte en toen hij die 1-0 maakte, toen wist je eigenlijk wel dat het moeilijk ging worden voor Jimmy. Maar ik denk wel verdiende overwinning. Voor ons is het nu gewoon focus. Morgen is er nog een belangrijke wedstrijd voor ons tegen de koploper. En ja, daar moeten we ons gewoon herpakken om uiteindelijk, als we naar boven willen kijken, dan moet die gewonnen worden. Dan de volgende wedstrijd. Dat is die tussen Fortuna en VVV. De derby van Limburg dus. Het commentaar is wederom bezielend. En van Frank van der Slot en Bas van Velsen. Oh, kijk eens. Neymar met ruimte. Ja, goal! Wow. Neymar Junior. Hier is Dennis. En die laat toch wel even zien. Wij willen hier winnen. Ja. En een ongelooflijk belangrijk uitdoelpunt hier voor VVV. Hier in de eerste wedstrijd is het geëindigd in 1-0 voor VVV. Gullit en Fortuna begint nu toch wel een beetje rustig om singeling. Oh. VVV kan onderscheppen, maar Virgil die blijft liggen. Boven zijn. Oh, wat een paal! Oei.
Laten we even inzoomen op de tegenstander. Dus Jason Glass, de man van Glass. Ja. Het fenomeen. Allebei hartstikke jonge gasten natuurlijk. Jason Glass komt uit 2002, betekent dat hij 17 is. 17 is inderdaad. Cruijff! Ja! Oh! Belangrijk uitdoepend van Fortuna Sittard. En de mannen staan weer naast elkaar in deze derby. Wat een ongelooflijk lekker gevoel moet dit zijn voor Jason Glass, Bas. Hier een hele goede actie. Eusebio met de ruimte. Goed verdedigd. Maldini is eruit. Oh! En Ronaldo Lima! Rood getimed. De laatste aanval voor Fortuna hier met Carlos Alberto. Kan hij nog naar voren? Kan hij nog een keertje in de buurt komen van de goal? Hele slechte bal. En nu nog één keer VVV. Alles hey, hè, Bas. Ja. Nog één keer Cruijff. Alles maar hey. Carlos Alberto. Wow, is het een rode kaart? Dit meen je niet. Is het een rode kaart voor Cruijff? Schrikkelijke bal. Dit meen je niet. Oh, dit zou zo zonde zijn. Dit zou echt finesse zijn voor VVV. Oh, dit is een plakje kaas. Dit is een plakje kaas. Daar mag hij echt van geluk spreken, want die was nul intentie om de bal te spelen. Dit was een 48-plus, dit. Jong beleger. En we zitten in de 89e minuut. VVV Venlo wil de allerlaatste aanval. Hier gaan we krijgen. Zambrotta. Waar is er ruimte? Wie kan hij aanspelen? Hier is randje 16. Gullit staat vrij. Neymar, is hier ruimte om de bal te krijgen bij de spits? Oh! Oh! Wat? Hier voor Nick Kooijman. Hoe kan die bal er niet in? En dan krijgen we nog één keer. Wat slordig. Oeh, Jason, wat doe je nu, jongen? Oh. Is dat onervarenheid? Eusebio kan hem weer niet krijgen. Hij moet lang spelen. Ongeloof nu. Bij Nick Kooijman. En het eindigt hier in een gelijkspel overal. Wat een eindfase. Je ziet de teleurstellende gezichten bij de mannen van VVV. Ja, ongelooflijk. Wat een kans was dit. Ik speelde zo fucking slecht. Dan krijg je zo'n goede kans. Natuurlijk spookt het door je hoofd heen dat je vorige week dat Dennis 1-0 wint en had ik het helemaal verpest. Nu heb ik het ook een gedeelte verpest. We hebben in ieder geval gelijk gespeeld en daar zijn we heel erg blij mee. Maar ja, tuurlijk kan het allebei de kant op en dat is altijd een beetje zo lastig. Dan probeer je toch maar balbezit te spelen en te hopen dat hij in ieder geval niet aan Fortuna's zijde valt. Ja, ik baal natuurlijk heel erg dat ik zelf heb verloren en Jason heeft gewonnen. Maar ik denk dat je na die laatste kans van Nick, dat hij hem nog mist op de paal. Die gaat, ik denk 99 van 100 keer gaat hij erin. En ik denk dat we hier nog uiteindelijk wel tevreden kunnen staan. Dan snel door naar Heracles tegen PEC Zwolle. Waar twee oudgediende, heetgebakerde jongens elkaar treffen. Brian Hessing en Tony Kok. Het commentaar is opnieuw van Bas van Velsen en Frank van der Slot. Wil je bij de eerste twee horen, dan moet je dit soort potjes winnen. Want de concurrentie is niet zo, niet zo lief als jij. En die doen het gewoon elke wedstrijd willen ze winnen. Moeten ze slopen, moeten ze punten pakken. En moeten ze ervoor zorgen dat ze richting die top 2 komen. Zeker omdat Vitesse ongeslagen is. Die gaat daar namelijk zo spelen op de B-channel. Hier Ronaldo Lima! Oh! Wat een begin van PEC Zwolle! Wat een heerlijke goal van Jonna! Hier Eusebio. Hier kan hij indribbelen met Carlos Alberto. Is er dan nu ruimte? Goeie bal, Messi kan goed wegdraaien. Ik kan hem afleggen. Wow, goed zeg! Ja! Wat een goal! En dat wat een ongelooflijk goede goal van Heracles. Ja. Ja, dit vind ik nou echt gewoon heel knap gedaan. Wat een goede keus. Neymar Junior. Wat een fantastische goal. We zitten in de 91e minuut. Gaat het dan komen? Nee, goed verdedigd. Dat betekent dat we in alle waarschijnlijkheid gaan eindigen tussen de eerste pot tussen Brian en Jonna met een 1-1 gelijk spel. Ja. En Tony Kok en Lef moeten het dan gaan doen. Tony Kok hier veel in de aanval, veel druk op de helft van Heracles. En Lef heeft tot nu toe geen antwoord op. En hier is Cruijff. Oh! Op de Cruz. Oh. Lef scoorde in de eerste wedstrijd 3, tweede wedstrijd 1, vierde wedstrijd scoorde hij 4 keer, vijfde wedstrijd scoorde hij 1 keer, de zesde wedstrijd scoorde hij 2 keer. Lef scoort bijna altijd. Hier naar Mar, Vieira, Ruiter! Een ongelooflijk belangrijke treffer voor Heracles Almelo. Wat dat betekent dat Tony Kok 2 keer moet scoren voor de overwinning. En bij 1 goal, bij 1-1 dus, gelijk. Is het een overal gelijk spel. Kijk eens, ze staan 1-1 daar zo. Messi die opeens alle ruimte is. Ja, 95 Messi. Kijk eens wat een ruimte opeens hier in het midden. Goeie actie, hier is Ronaldo. Paul. Paul. Oei, oei, oei. Die gaat hem niet meer weggeven. En hier nog één keer de bal terug. En Lef wint met 1-0 van Tony Kok. En Heracles wint overal met 2-1 van PEC Zwolle. Een hele belangrijke wedstrijd. Een 6-punten-wedstrijd. Die doet hele goede zaken voor de titel. Ik heb vaak tegen Tony gespeeld en is altijd 50-50 game, zeg maar. Gelukkig had ik de uitgoals, waardoor mijn goals zwaarder telden. En op een belangrijk moment scoorde ik die goal, waardoor het natuurlijk voor PEC lastiger werd om te winnen.
Dus dat was wel lekker. En uiteindelijk ben ik gewoon blij dat ik een moeilijke wedstrijd heb gewonnen. Ik heb vandaag gewoon niet mijn spel laten zien. Ik was niet goed genoeg gefocust. Ik had de rust niet bewaard. En dan weet je van... Dan gaat het heel lastig worden. Maar alsnog, ik denk gelijkspel was meer terecht geweest dan dit verlies. En dan nu de allerlaatste wedstrijd van de mainstream. Die tussen FC Groningen en SC Heerenveen. De derby van het Noorden. En ik wil je één ding verklappen. Blijf tot de allerlaatste seconde kijken. Skip niks, want deze wedstrijd is een en al spektakel. De derby van het Noorden met wederom Bassie en Frank. Daar zijn we. En hier de gelijke aanval van Levi Frederik Ottema FC Groningen. Ronaldo kan die bal krijgen bij Eusebio. En een heerlijke, belangrijke uitgoal voor Levi Frederik. Een belangrijke uitgoal voor FC Groningen. Wat een heerlijk begin. Hoor je wat hij zegt? We gaan door. En dat is één. We gaan door. Gaan we nog een goaltje zien? Gaan we nog iets anders zien? Ik ben benieuwd bij de heren. Pelé is iedereen. Goed zeg, Pelé. Goed verdedigd door Maldini en tot de frustratie van Kries dat hij die bal niet geeft. Ja, hier krijgen we Ronaldo Lima. Kijk dan de kans in. Penalty! Oh, waar gaat hij hem schieten? Dan is het een goal. SC Heerenveen. Ja, ik ga dan ook wel 4-2-3-1 spelen. Dan, ik heb het geprobeerd toch. Cruijff kan er nog één keer aanvallen. Kan hij nog dat hele belangrijke goal maken. Gullit, randje 16. Oh, Eusebio, gaat hij het doen dan? Nee. Het is 1-1 in deze eerste wedstrijd. Ik snap het niet. Veel aan de mogelijkheden, hè? Ja. SC Heerenveen. Oh, goede actie zeg hier zo van Flores. Garicia, goal! Lekkere dat goal, is een goal van Flores hoor. Hele knappe goal. Hier Ronaldo. Oh, 2-0 Heerenveen. Flores, ik heb zoveel vertraging. Ja. Goal! Het is echt... Nee, ik denk ik ga niet te lang. Nee, precies. Bescheiden blijven. Maar even ruimte bij mij. Is het voetbal beter geworden of slechter, Bas? Beter. Oké. Okay. Messi goal. Met de goal. We hebben het over de bal doorwinnen. Hij schiet de bal op goal. FC Groningen. En we gaan gelijk weer lekker door. Dit is een potje waar veel gescoord wordt. Die houden we van. Betreft hier Eusebio, goede actie zeg. Nee, maar slepen doorheen. Wordt er doorheen geklitst. En dan is het wordt er doorheen geklitst. Ja. Dus hier kan Nick heel weinig aan doen dat hij de bal hier zo doorheen gaat. En het is 3-1. Oh! Oh, ja, hij heeft uit. Wat Nick. Een ongekend lekker doelpunt van Nick de Namer. Gullit op de zijkant, hier kan Eusebio worden bereikt. Pelé! Kijk eens! We krijgen nog een leuke laatste minuten. En wat gebeurt hier? Oh, zeker! Wat gebeurt hier allemaal, joh? Kunnen we hier nog... Krijgen we nog één keer? Nee! Ja, we krijgen nog één keer FC Groningen! We krijgen nog één keer FC Groningen! Dat meen je niet! We krijgen nog één keer FC Groningen! Dit is wel een beetje komen! Wow! Wat een toetje! Dit meen je wat niet! Wat een toetje is dit! Dit meen je niet! Groningen, wacht nog één keer! Wat is dit zeg! Dit is echt niet normaal! SC Heerenveen! Wat een wedstrijd was dit! Mag ik FC Groningen en SC Heerenveen bedanken voor dit spectaculaire stuk? Wat hebben we ongelooflijk genoten van deze wedstrijd. Ja, aan de ene kant, als ik hem zo zie, denk ik... Ja, dat balletje door de beentjes van Virgil was een beetje lucky. Aan de andere kant denk ik, ik deed op zich wel alles goed nog wat je op dat moment kan doen. Behalve het juichen had iets anders gekund. dat kennen we hier ook. Ja, dat was wel echt een hele mooie comeback. En ik ben gewoon heel blij dat we Heerenveen hebben verslagen. En op zo'n manier is het natuurlijk prachtig. Ja, teleurgesteld. Vooral in mezelf. Want ik inderdaad die 3-1. En toen dacht ik bij mezelf ook al dat ik had gewonnen.
Nou, toen dacht ik, ga voor de zekerheid zelfs onder 5 verdedigers. Maar dat, ja, het ging alleen maar slechter daardoor. Dan hebben we alle wedstrijden van de mainstream gehad. En gaan we door met de wedstrijden die op de B-stream gespeeld zijn. Het commentaar daar is van Pasky Rokes en Robbie van de Graaf. Maar hier komt hij goed er langs. Ja, nu is hij daar dan. Daar is hij, de 1-0 en... Ja, ik hoorde Dani zei, maar Dani zei hij glitst er langs. Maar volgens mij was het best wel gewoon goed uitgespeeld, of niet? Is het nu afgelopen en dan eindigt het in een 1-0 wedstrijd. Weet Dani wederom niet te scoren en gaat Ali er met de overwinning vandoor. Op het moment dat PSV nu scoort, hebben zij die belangrijke uitgoal te pakken. Hier heel veel ruimte voor Ronaldo. En wat gaat hij doen? Oh, wat een actie! Schitterende actie. Nou, schitterend. Aristotle, je hebt doelpunten nodig. Nou, dan maak je ze. Zo doet hij dat. Sa. Gullit. Heel veel goede acties van. Aanval. Mag ja, nog door. Kruijf ja, in de contour. Dat is hem. In de allerlaatste seconde voor rust is het 1-0. Ziek goal. Kruijf komt daar aan de bal en dan is het altijd hangen in de contour. Oh. Goeie aanval. Eusebio, goede actie. Dit is hem. En dit wat is dat een moment. Goal. Hey, wat een goal. Ik weet niet, op het moment dat PSV zich helemaal gaat ingaven en geen kans meer gaat creëren. Ik weet niet. Dan, het is die... Ja, heel chill. Maar hier dit is een heerlijke paas. Bal. Binnen door. Gaat hij hem stiften? Ja. Mbappé doet het met een stiftje. Zieke dat goal, is hè? Hem. En nu moet Aristotle... Twee maken, ja, twee maken, inderdaad. Dit is als zal AZ nu nog scoren, dan komt er nooit een tweede doelpunt. Ja, dit gaat PSV uitspelen. Het wordt eerder nog 3-2 in deze wedstrijd dan... 2-3 dan juist. Ja, precies, 2-3. Oh, dit herkennen we nog van vorig jaar FIFA. Oh, oké. Okay. Wat Ali roept hier? Het. Ja, ik vind het gezicht van Aristotle. Ik wil even horen. Ali roept het. Beloon jezelf, beloon jezelf. En dat doet hij. En het levert uiteindelijk ook een overwinning op in deze wedstrijd voor Youssouf. En dus ook overal voor PSV. Het contrast was te groot. Het verschil was heel groot. In de eerste helft domineerde ik wel. Tegenstander had ook 0 schoten. Ik had er 3. Maakte 2 goede goals. Er was eigenlijk niks aan de hand. Geef wel iets aan de lucht. En ik zei ook tegen Dani van ja, ik ga helemaal niks veranderen. Want als jij nu verdedigend gaat spelen, dan roep je het over jezelf af, snap je? Dan krijg je sowieso die 2 in tegen. Ik ga gewoon zo door. Als ik nu 3-0 maak, dan heeft hij een probleem met die 2 keer scoren. Ik stond heel met 4 man achterin en de rest was helemaal naar voren gerend. Ook Zambotta rende op een gegeven moment naar de spits. Ik dacht, wat gebeurt er? En toen zat er wel in mijn hoofd van... Ja, ik heb nou 2 tegengekregen. Hopelijk is dit de tweede helft niet. Maar de tweede helft heb ik het goed teruggedraaid en 3-2 gewonnen. Oh, ja. Ja. Ja, wat is dit? Oké, okay, nou hebben we het over goals maken. Maar goed, hier kan werkelijk Sparta helemaal niks aan doen. Nou, je ziet zeg maar in de gameplay nu dat het gewoon dat het gewoon heel moeilijk is om een paar keer normaal over te spelen. Nu dan, oh, wat is dit? Zo, schitterende goal, maar... Vanuit de draaipak Melvin met Arnaud en het is al 2-0. Het is 2 december, maar. 2 december? Of is 1 december? Ik weet het niet meer. Loop mijn horloge dan? 2 december. Het leuke is dat op mijn horloge staat ook 1 december. Ja, wat is dit dan? Ja, die zijn helemaal goed. Maar inmiddels is Sparta door. En komt hier op 2-1. 2-1! En dat is het doelpunt waar we het net over hadden. Bo geeft weinig emoties af, maar scoort hier wel de 2-1. En dan ben je best wel weer terug in de wedstrijd, hè? Het is zo dat als dit zo blijft en Thomas wint hier na 1-0, dan is het een overwinning voor Sparta. Dat zou betekenen de eerste punten voor Sparta. Dat zou opmerkelijk zijn, de eerste punten voor Sparta. Tegen de nummer 3, dat zou een stunt zijn, maar dan moet je wel... Oh, wat een heerlijke tackle, maar alsnog Eusebio gaat aan. Nee, dit is de tweede keer aan deze. Ongelofelijke rebound. Dit is zo zielig voor Sparta. Ja, laatste corner. Gaat hij hem terug? Nee, denkt niemand. Dan denkt hij, shit, daar gaat mijn kans. Ja, het is afgelopen. Het is 3-1. Het eindigt in 3-1. Hier komt hij dan schieten. Ja, gewoon schieten. Ja. Het kan zo simpel zijn. Maar... Dit is wel natuurlijk... Ja? Jay doet veel dragbacks. Ja. En daar ga je toch wel op anticiperen als tegenstander. En nu deed hij hem niet. Ja. Dat is hij. Daar is hij. Het eindigt in een 4-1 overwinning voor Utrecht. Jay weet ook zijn wedstrijd met 1-0 te winnen.
Het gaat wel goed, maar vandaag vond ik mijn spel niet goed. Maar dat ik dan wel win, ja, dat is wel lekker. Het zat wel mee, hè? Ja, het zat heel erg mee, maar goed, dat geluk moet je hebben. Ja, ik denk dat je weer vandaag gezien hebt dat we echt niet zo, tenminste, echt niet zo heel erg slecht gespeeld hebben of zo. Ik, als ik mijn eigen wedstrijd terugkijk, denk ik twee echt slechte goals tegen gehad, zeg maar. En dan pak je misschien toch nog een punt, dan breng je Thomas op een 1-1 de tweede wedstrijd in. En dan is het allemaal net even wat makkelijker, maar goed. Ik denk dat IE iets tegen Sparta heeft gezegd dit jaar. Robbie Deluxe, de rustig gaan. En het is die laatste aanval die benut wordt door Neymar Junior met een laag hard schot. Hè. Volle pressie vanuit Chardo. Gullit hier dan. Ja, dat gaat op een gegeven moment ruimte komen. Ja, dit is die goal. Dit is, ja, dit, je ziet het gewoon aankomen. Het ziet er zo simpel uit. Oh, zo. Wat zo. Er gebeurt hier? Arnaud hier met alle vrijheid. En die maakt dan 2-1. En dat is het. Wat? Omdat het een uitdoelpunt is, ook meteen van veel waarde. Mooi. En dan is de spanning terug in de wedstrijd. Hier in ieder geval grote kans voor Vitesse. Wat gaat er op de paal! Oh, oh, oh. En daar komt ADO goed weg. Want op het moment dat 3-1 is... Dus... Weer zo'n type aanval die je niet vaak ziet, hè? Ja, ook weer één paas opzij leggen en in één keer schiet. Hier komt hij weer. Ja, het is dezelfde aanval die we vaak zien. Oh, hier komt hij dan hier. Kruip. Ja, wat een doelpunt. Schitterende actie. Niet te dekken, ja. Is dit te dekken? Ja, ik zeg niet te dekken, maar ja, voor mijn gevoel lijkt dit niet te dekken. Hier is de laatste aanval, denk ik, van de wedstrijd. Ja, dat moet wel de laatste aanval zijn. Het is, en van is voor ADO ook de enige manier eigenlijk om nog wat spanning in de wedstrijd te het zou brengen. Wat zijn als ADO hier nog scoort. Het zou wat zijn, het. Ongelooflijk. Dit is een hele belangrijke. Zo. En ook een heerlijke, we horen Jens al, maar dit is ook een fijne voor Jens. Oh, 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 schitterende actie, oh, wat een goal! En nu is het geen buitenspel. Wat een goal! Ik zei ook, oh, skill move te veel, maar niks skill move te veel. Gewoon doelpunt, klaar, boom. Hier dan toch die diepe bal. Oh, wat is dit dan? Maar ja, dit is... Renzo krijgt ook weer terug met Ronaldo. Kan hij het alsnog proberen, haalt de achterlijn, legt die bal terug op Gullit. Gullit met Croquetta! Een Croquetta met een beetje geluk. Ja, dit is ongelooflijk. Het begint natuurlijk wel bij het balverlies van Jens, wat dan wel je eigen schuld is. Het is Chrissy die hem zelf mag afmaken en dat niet doet. Op de benen van Marc-André Ter Stegen. Het zit erop, het is voorbij. Vitesse gaat gewoon weer winnen en gaat naar 21 punten uit 7 wedstrijden. Dat is echt bizar goed eigenlijk. Hè? Ook wederom 5-2 doelpunten. We hebben weer veel doelpunten gezien. Aan het begin ging het redelijk. Ik had soms wel wat slordig balverlies op het middenveld. En aan het einde, nou, ik weet niet wat ik gezien heb, maar volgens mij heb ik elke 50-50 duel verloren. En als het dat constant opstapelt, dan lopen de frustraties een beetje op. Uiteindelijk kon ik er gelukkig nog wel om lachen, maar het is wel een beetje zuur inderdaad. Je hebt er pas één in de hele Eredivisie tegen gehad. Hoe kan dat? Ja, ik heb geen idee. Ik heb niets veranderd ook. Ik ben altijd vast blijven houden aan mijn eigen speelstijl. Ja, blijkbaar werkt dat tot nu toe goed. Laten we hopen dat we het voorlopig op één tegengoal kunnen houden. Wat ik eigenlijk al vaker aanhaal aan Twente is dat ze best leuk spelen. Ze hebben goede spelers, maar ze staan 17e. Dat is denk ik een plek waar ze niet horen. Ja. Ja, als je wint. En hier is maar hier is wel meteen die kans, ja. Komt ie? Ja, dat wordt hem. Dit is hem! Dit is hem! Dit is 1-0. Het trainingskamp heeft tot nu toe, werkt dus de vrucht af, Robby. Ik zie precies die aanval die ze denk ik het hele trainingskamp hebben geoefend. Die laatste secondes voor Emmen. Gaat hij direct voor hakken, denk ik, hoor. Wissel, nee! Hij doet het dit nog! Dit meen je niet! In de allerlaatste secondes zit Johan Cruijff die 1-1 lijkt. Ongelooflijk, dit meen je toch niet? Een uitdoelpunt voor Emmen. En Emmen weet eigenlijk deze wedstrijd dus als het ware met 1-1 te winnen. Maar wat een timing. Ze hebben beide 3-0 gespeeld. Okay. Van de 6 wedstrijden, dus zeg maar 50-50 grote kans. 0-0. Maar hier meteen al Jelf door met een skill, moet hij moeten zijn, dit is hem! Wat een heerlijke actie, en we krijgen doelpunten. En dat betekent dat nu Leroy weer moet komen, en dat is lekker. Dat is heerlijk. Nee joh! En dan alsnog de bal voor Emmen. Kan Leroy dit afstraffen? Dat kan hij niet, wel niet, wel! Hij heeft nog een rebound nodig, maar wat doet die keeper? Dan is het 1-1, hè? En dan staan we over 2 wedstrijden weer helemaal gelijk. Oh!
Wat is dit? Gullit had die bal over de lijn ondertussen. En dan nog een herkansing. Ja. Ja. En het is hem. Ongelooflijk. Leroy laat zich zien en maakt hier van een 1-0 achterstand een 2-1 voorsprong. En schiet Emmen op dit moment ook naar de totale voorsprong van 3-2. En hier is de overwinning voor Emmen. Emmen dat over twee wedstrijden met 3-2 weet te winnen. Wat gebeurt er bij die 1-1? Kan je dat jezelf aanrekenen? Ja, ik had de bal volgens mij bij mijn linksback. Ik probeer hem op mijn rechtsback te geven. Hij gaat naar mijn keeper. Ja, zeg maar. Ik probeer hem dan ook in één keer weg te schieten met full power. En dan schiet hij hem, neemt hij hem eerst aan en schiet hij hem naar Gullit. Ja, soms met FIFA dan gebeuren dat soort dingen en dan zit het gewoon niet mee. Maar ik heb het wel echt, ja, ik heb het echt weggegeven vandaag. Ja. Ik vond sowieso de hele wedstrijd dat het niet heel goed ging. Ik zat niet echt in mijn spel, maar gelukkig toch kunnen winnen. Buitenspel, dat is jammer. Of niet? Is het geen buitenspel, dan is het 1-0. Is het geen 1-0, is dat 1-0? Natuurlijk wel. Dit leek me echt... Ja, misschien dat omdat het scorebord het niet doet, het buitenspel ook uitstaat. Nee, geen idee. Ja, ik dacht ook dat het buitenspel was. Misschien Colin zelf ook wel. Ja, dan is het heel goed de herkansing die erin vliegt. Terwijl dat Colin hier weer weg is met Garrincha. Garrincha, die komt toe en hij doet het weer. Hij doet het weer. In de blessure tijd van de eerste helft is het 2-0. Echt, ja, alleen nu wel een keer erin. En weer Garrincha. Ja, het zou wat zijn. Oh, Sebio, die maakt hem gewoon meteen. Ongelooflijk. Hoe die er ook invliegt, zo simpel. De linkerbeen van Sebio. En dan is het uiteindelijk Colin die de eerste wedstrijd wint met 2-1. Hier komt hij dan, jouw held uit het voetbalfilmpje. Oh, ja, nee. Dit wordt hem alsnog. Ongelooflijk. Deze ging volgens mij naast. Ja, het was een heel rare karambol, laten we het zo noemen. Inmiddels is het hier afgelopen. Weet Bas met 1-0 te winnen. En RKC dus in het totaal de wedstrijd te winnen. De mannen geven elkaar, schudden elkaar de hand. Ja, knappe overwinning. Ik moet zeggen, Colin begon goed met 2-1 voorsprong. Ja, hij speelde gewoon goed. En dan ben ik aan de beurt. En ja, bij mij, ja, ik kom gewoon niet lekker in mijn spel. Thuis dan speel ik Weekend League en dan, ja, dan loopt het wel vloeiend. En dan kom ik hier en dan, ja, het loopt het niet. Maar ja, wel gewonnen, dus ja. Heel blij mee. Tim die scoorde het heel belangrijk uitdoelpunt en dan weet je met 1-0 win je de wedstrijd alsnog. Ik heb daardoor wel heel verdedigend tegen Bas gespeeld. Ik heb eigenlijk de afgelopen weken best wel een paar potjes tegen Bas gespeeld. We sparren hier ook wel samen om elkaar in te spelen, dus ik wist van ik heb misschien wel een kans. Ja, dan wil je niet te veel weggeven, dan krijg je ja, sorry, een hele saaie pot om naar te kijken. Maar het was echt gewoon hoop op één doelpuntje. En ja, die valt dan aan de andere kant. En dat doet pijn, want het is toch wel als Willem II supporter misschien wel de leukste en misschien wel belangrijkste pot van het seizoen. Dan zijn dit alle uitslagen van speelronde 7. Fortuna VVV werd dus 1-1. Heracles Almelo, PEC Zwolle werd gewonnen door Heracles met 2-1. De klassieker trok Ajax naar zich toe. 3-1 werd het daar. En de derby van het noorden, het spektakelstuk van vandaag, werd uiteindelijk gewonnen door Groningen met 5-4. Op de B-stream won PSV met 4-2 van AZ. Sparta verloor opnieuw, dit keer van Utrecht. Koploper Vitesse blijft winnen, dit keer van ADO met 5-2. FC Twente verliest met 3-2 van Emmen. En RKC wint daar de laatste wedstrijd met 3-1 van Willem II. Dit is dan de stand in de Eredivisie na 7 speelrondes. Vitesse nog steeds zonder foutje, 21 uit 7. Heracles Almelo vervolgt op heel korte afstand, 18 uit 7. Utrecht, Ajax, Groningen en Feyenoord vormen dan eigenlijk de subtop. En ook PSV en PEC sluiten daar aan. Emmen stijgt een klein beetje, Fortuna doet geen goede zaken. En helemaal onderin zien we Heerenveen dat op 6 blijft door dat spektakelstuk tegen Groningen dat verloren ging. AZ nog steeds maar op 4. En FC Twente en Sparta, daar is het toch ook een klein beetje crisis te noemen. Dit is dan het programma voor morgen. Sparta speelt tegen Heracles. De koploper Vitesse op de mainstream tegen Feyenoord. Om 8 uur Ajax tegen Willem II. En daar als afsluiter op de mainstream ADO Den Haag tegen FC Twente. Op de B-stream FC Groningen tegen Utrecht. Dat is toch een lekker potje ook. VVV tegen Emmen. PSV Fortuna. RKC tegen Heerenveen. En daar als afsluiter ook een heerlijk potje met heel veel YouTubende e-sporters. PEC tegen AZ. Dit was de highlight show voor vandaag van speelronde 7. Morgen zijn we natuurlijk gewoon met speelronde 8. Schakel in om 5 uur voor de B-stream, 17:15 voor de mainstream. Het belooft weer een heel mooie speelronde te worden. Blijf op de hoogte van alles van de E-divisie door even te abonneren hier. Laat wat leuks achter, doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. We zien elkaar morgen. Dankjewel voor het kijken. Adios, tot ziens. Ciao, ciao.